Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1402 met een uitzending van vandaag 6 september 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Tja, gistermiddag had ik al 2 uitzendingen gemaakt, maar voordat ik met de derde de Daily Minutes was begonnen, was ik in slaap gevallen. 7:10 werd ik wakker. Ik hoop dat mijn stem het volhoudt, want ik heb vandaag een groot deel van de dag wat gezondheidsproblemen gehad, waarbij mijn stem het flink liet afweten, maar momenteel valt het gelukkig mee. De data vandaag, helemaal het eind van de uitzending, is in 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Ja, het nieuws van vandaag zijn de vrij ingrijpende maatregelen die de stichting Scope neemt ten aanzien van de repeater PI2NOS en de reactie van Agentschap Telecom op de aanleiding van die maatregel. Concreet gesproken zal PI2NOS vanaf 10 september alleen nog beschikbaar zijn in de weekenden en daarnaast tussen 5 uur en 11 uur 's ochtends en tussen 1500 en 20 uur 's middags en 's avonds. Deze stap is genomen in nauw overleg met Agentschap Telecom. PI2NOS is een technisch hoogstandje dat een grote populariteit kent. Zoals een artikel over dit onderwerp op hobbyscoop.nl het zegt, deze populariteit heeft ook zijn keerzijde. Er is sprake van overlast, ik hoef dat verder niet uit te leggen. De oorzaak ligt erbij dat er een aantal verkeersregels, die ook in de ether gelden, verkeersregels, door een groot aantal mensen niet worden nageleefd. Ik ben zelf voor een nogal losse stijl van verbindingen maken. Dat kan echter alleen als het niet om een heel drukke frequentie gaat. Op de site hobbyscoop.nl is ook een reactie van Agentschap Telecom te lezen en die ligt er niet om. AT signaleert dat er ook vele amateurwaardige momenten zijn. Daarnaast gebruikt AT bewoordingen als smaad, belediging, bedreiging en intimidatie als het gaat om sommige uitingen van repeatergebruikers. AT laakt de intruders waar het agentschap ook tegen optreedt, maar volgens de reactie laat de operating practice van de geregistreerde gebruikers vaak te wensen over. Enkel van de tips van Agentschap Telecom zijn: plaats geen opmerkingen die olie op het vuur gooien, bijvoorbeeld in een lopende, verhitte discussie of bij ongewenst gedrag. Spreek een mede-amateur bij voorkeur op een ander moment rustig en opbouwend aan op ongewenst gedrag. Reageer op geen enkele manier op intruders. Gun ze geen enkele aandacht en maak zeker geen ondersteunende opmerkingen. Gebruik uw roepletters consequent, spreek uw tegenstation gericht aan en houd de gesprekken netjes. AT geeft verder aan dat zij zich ook geregeld intensief inzet om intruders op heterdaad te betrappen. Het artikel op de site merkt verder nog op dat het bij de maatregel niet gaat om intruders, maar dat het hierbij vooral om enkele geregistreerde amateurs gaat. De hele tekst hierover kun je lezen op de site van de stichting Scope, www.hobbyscope.nl. Let ook op de linkjes onderaan, daar kun je meer lezen over de etiketten die er op repeaters geldt, over operating practice en over repeatergebruik in het algemeen. Ja, dan gaan we verder met het andere nieuws. Veel sites en podcasts op internet maken melding van een petitie voor het behoud van tijdzenders WWV en WWVN, die beide al vele jaren bestaan. Ik dacht dat WWV al meer dan 110 jaar bestaat. In de laatste begroting van de VS werden de benodigde fondsen voor deze zenders, die ook bij zendamateurs veel gebruikt worden, geschrapt, waardoor ze dreigen te verdwijnen. Onder andere op de site van Veron, www.veron.nl, kun je de petitie ondertekenen voor het behoud van de zenders. In de VS is de nodige commotie ontstaan nadat bleek dat op de grond een DMR-hotspot in de lucht stond op een frequentie van 435-350. Dat is de frequentie van AMSAT Oscar 92, ook bekend als Fox 1D. Dit soort toepassingen mogen niet werken tussen 145,8 en 146,0 MHz en ook niet tussen 435 en 438 MHz. In de VS is dit streng gereguleerd en kun je voor dat soort storingen een flinke douw krijgen. In Nederland is het niet expliciet beschreven, maar wel in het algemeen. Overlast veroorzaken bij andere ethergebruikers is een van de meest ernstige overtredingen die je als ethergebruiker kunt maken. Komend weekend is hier op zondag de ballonvossenjacht. Op zaterdag 8 september wordt in Argentinië ook een stratosfeerballon opgelaten. Dat gebeurt om 11 uur 's ochtends lokale tijd. Helaas staat er geen UTC-tijd bij. De zender van de ballon die zendt behalve op 144 MHz met APRS ook uit op 20 meter. Hij zendt volgens een vast schema in CW op de QRP-frequentie 14060, in Whisper op 14095,6 USB en in Domino EX11 op 14070 ook in USB. Kort artikel hierover is te lezen op www.southgatearc.org. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.